Hij wordt de wonderbelegger genoemd. Rob van den B. uit Gemert kocht van het geld dat mensen hem toevertrouwden een huis, een discotheek en dure spullen voor zichzelf. En toch sprak de rechtbank hem vandaag vrij van oplichting en verduistering. Op de redactie staat Jan Walen. Ja, Jan, justitie wilde deze man 5 jaar de cel in hebben. Nou, dat is dus niet gebeurd. Waarom is hij volgens de rechter geen oplichter? Omdat het verhaal wat hij aan die mensen vertelde die hem geld toevertrouwden, dat niet vol met leugens zat. Als hij nou had gezegd, ik ga het in een of ander fonds beleggen wat helemaal niet bleek te bestaan, ja, dan zou het oplichting zijn geweest. Maar nee, wat hij hen vertelde, dat had kunnen kloppen. En ook de rendementen die hij hen voorspiegelde, ja, dat had gekund. Dat die rendementen uiteindelijk vreselijk tegenvielen, ja, dat is ook een beetje het risico van de belegger. En dat is geen oplichting, zegt de rechter. Nee, maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel een deel van het geld gebruikt voor privézaken. Ja, op een gegeven moment is hij heel veel geld gaan uitgeven voor zichzelf. Zo'n 3,3 miljoen in totaal. Maar dan is het heel lastig te bewijzen, zegt de rechter, wat van die 3,3 miljoen nou van wie was? Van wie van de klanten van de B? En dus is dat moeilijk aan te pakken. Maar kwalijk vindt de rechtbank het wel. Ze noemen het een vorm van witwassen. Dat geld inzetten voor eigen luxueuze dingen. Hij heeft auto's gekocht, luxueuze vakanties, een bar gekocht, allemaal dat soort zaken. Maar als iemand dat met mijn geld zou doen, zou ik me wel opgelicht voelen. Ik kan me voorstellen dat in de spreektaal, in de gewone taal, je dat een oplichting vindt. Maar het gaat er voor het strafrecht met name op gaat het om het moment waarop je je geld inlegt. Toen deugde het nog. En toen waren de rendementen reëel. Ja, geen oplichting dus, maar wel witwassen. De rechter heeft overigens de straf ook nog verlaagd, omdat volgens de rechter het proces veel te lang geduurd heeft. En door die verlaging hoeft Van de B niet meer terug naar de cel. En wat betekent dit nou voor de gedupeerden, Jan? Die zijn hun geld kwijt. Die krijgen ook geen schadevergoeding, want dat is wel duidelijk geworden uit deze uitspraak, dat ze daar niet meer op hoeven te wachten. Ja, en dat gaat over vele miljoenen voor sommigen. Ik sprak één van hen, die is gewoon 1,5 ton kwijt. Ja, en als je dat dan nou hoort vandaag bij die uitspraak, dat is behoorlijk zuur.